ben hier in het jeugdhuis samen met enkele gasten van mij. We spelen Sex and Stuff. Een informatief en heel leerrijk, maar ook een heel plezant spel. De donkergroene, dat zijn opdrachtkaartjes. En die opdrachtkaartjes, dat kan een beetje van alles zijn. We ondersteunen en begeleiden straathoekwerkprojecten, onder andere ook in Ham. Dus straathoekwerk is eigenlijk een welzijnsmethodiek die vooral werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jongeren die om welke reden dan ook weinig contact hebben met allerlei bestaande maatschappelijke voorzieningen. En we proberen een beetje die binding of die link te maken met de bestaande voorzieningen. Yes, we gave it a try. But maybe for too long. Out of every sorrow, another day will dawn. Nu, wat dit project betreft, het project Sex and Stuff, is er eigenlijk gekomen dat we merken dat jongeren op straat toch nogal soms een beetje een rare ideeën hebben of rare meningen hebben over alles wat met seksualiteit en relaties te maken heeft. Een stuk denk ik, of denken we, ingegeven door de MTV en TMF cultuur. Klassieke vormingen, hebben we gemerkt, werken niet echt bij de jongeren waar de straatopwerkers veel mee werken. Dus dachten wij om dat op een andere manier te doen en dan meer via het soort tupperware model. Op een redelijk ludieke manier, maar toch ook informatieve manier, mensen of jongeren te laten nadenken over alles wat met relaties en seksualiteit heeft te maken. Len krijgt als eerste de kunstpenis en één condoom. Pak! I really hope you do, 'cause I love you. And the sun will come on free. Het project zelf doen we in samenwerking met het JAK, een onderdeel van het CAW Het Verschil. En de middelen die wij gekregen hebben van Een Hart voor Limburg hebben wij vooral gebruikt. Enerzijds om heel het spel wat te ontwikkelen, te laten drukken. We vinden zelf dat het een vrij mooi spel is. Wat betekent daar de vormgevingskosten en zo zaten daar uiteraard in. Maar we proberen ook de jonge gasten die aan de vorming meedoen een aantal gadgets mee te geven. En dus een deel van dat geld is inderdaad ook gaan naar de gadgets die we meegeven aan de jongeren op het einde van zo'n vormingstraject. Sunshine.